Er is een gigantische toename eigenlijk in de vraag naar schuldhulpverleners. Dit zijn gewoon schuldhulpverleners. Die kunnen schulden regelen, organiseren, de boel eromheen in elkaar maken. Dus overal zie je dat, dat er een schuldhulpverlener nodig is die aan de slag gaat. En die zijn er nu vaak al wel, maar die hebben juist of de kennis van het sociale of juist de kennis van het financiële. Nou, het mooie van onze opleiding vind ik dat ze dat dus samen kunnen brengen. Het ligt heel erg aan waar iemand werkt. Het kan zijn dat je cliënten begeleidt binnen het leger des heils en dat je zo sociaal-financieel dienstverlener bent. Maar anderen werken als incasso-medewerker, weer anderen als bewindvoerder. Dus het verschilt heel erg. En waarbij dus de een zich eigenlijk meer bezighoudt met het sociale, ligt meer de nadruk op en de ander ligt meer nadruk op het financiële. We bieden eigenlijk van alles een beetje aan. Dus het sociale, denk aan stresssensitief werken. Hoe ga je om met mensen met financiële problemen die in de stress zitten? Maar ook hoe maak je een budgetplan? Hoe schrijf je naar cliënten, maar ook naar organisaties? Maar voor alles geldt hard voor degene waarvoor je werkt. Daarom is het dienstverlening. Je wilt ondersteunen en je wilt het gewoon goed regelen. En dat is in al die gevallen hetzelfde. Ik heb toevallig net een heel leuk stuk nagekeken van iemand die werkt bij een commercieel bedrijf, een bank. En daar gaat natuurlijk alles eigenlijk over financiën. En zij vertelde in haar portfolio wat ze had gemaakt, dat ze juist dat sociale en maatschappelijke nu kon toevoegen bij bij de hulp bij een cliënt. Waardoor die cliënt gewoon veel beter geholpen werd. Maar ook werd geholpen op verschillende leefgebieden. Want financiële problemen zijn natuurlijk... Ja, die zijn er, maar die komen vaak ergens anders vandaan. Het is niet per se het is vaak waar het eruit komt. Er zijn heel veel oorzaken en die hoeven niet alleen financieel te zijn. Als je denkt aan een drama zoals datgene wat er gebeurd is met de kinderopvangtoeslag, dan moet je zeggen, er is eigenlijk sprake van een sociaal drama. Mensen komen in de schulden, weten niet meer hoe ze hun dagelijks leven moeten doen. Juridisch is er een drama, want het is allemaal niet goed geregeld. En daarom komen ze niet uit, dus het hangt totaal met elkaar samen. Dat is juist wat we de hele tijd met de studenten doen. Elke student moet een werkplek hebben binnen het sociaal-financiële kader. Dus dat mag bewindvoering zijn, het sociale wijkteam, Humanitas, nou, noem maar op. En alle dingen die wij aanreiken op school, alle leeractiviteiten, gaan ook in op wat gebeurt er nou op die praktijk. En link dat nou eens even aan je praktijk. En alle toetsen die studenten doen, zijn weer beroepsproducten. Dus in plaats van een kennistoets zeggen wij gewoon, hé, je hebt die casus. Welke kennis moet je daarop toepassen? Leg dat eens uit. Ik denk dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, in zijn leven iemand kent, misschien het zelf is geweest, waar financiën een probleem zijn. We zitten op Windesheim. Er zijn heel veel studenten die nu een studentenlening hebben, eigenlijk zich al zorgen maken om het terug te kunnen betalen. Maar ook heel veel mensen hebben hypotheken, andere leningen, coronacrisis. Nou, noem maar op. Er zijn zoveel momenten dat iemand in financiële problemen kan komen. Het wordt steeds meer, steeds groter. Energieprijs op dit moment. Ik denk dat het alleen maar goed is om hier meer aandacht voor te hebben. Omdat de doelgroep steeds groter wordt. En studenten die echt nog helemaal niet in het domein werkzaam zijn, die gaan echt op zoek naar een werkplek waar ze kunnen gaan leren. Dus dat betekent soms in de vorm van een stage of in de vorm van vrijwilligerswerk. Dat is een beetje verschillend. En het toffe is eigenlijk, we hebben bijvoorbeeld iemand die werkt bij de sociale woningbouw. En haar leidinggevende zegt echt, superveel verdieping is er toegevoegd aan het team. Omdat wij ook opdrachten hebben waarbij je eigenlijk je team iets moet uitleggen over waar je mee bezig bent. Of dat je het team mee moet nemen. En zij zeggen gewoon, er is gewoon verdieping gekomen voor het hele team. Terwijl er één iemand aan het studeren is. Dus dat is echt heel tof. En wat ook een voordeel is denk ik voor veel werkgevers, is een opleiding van 2 jaar. Het is een AD, het is een associate degree. Dus eigenlijk heb je heel redelijk snel resultaat. Binnen 2 jaar hebben ze een diploma.
en kunnen ze echt aan de slag. Het is een associate degree. Dat zijn dus de 2 jaar van een hbo-opleiding. Dat is een specifiek diploma voor, het associate degree diploma. En dat is gewoon een diploma wat nog maar 1 jaar of 10 bestaat, maar nu er wel is. En eigenlijk kun je in ons geval ook daarna verder gaan als je dat zou willen. Als je zegt ik wil de hele bachelor halen, dat is een 4-jarige variant, dan ga je dus na de 2 jaar nog 2 jaar verder. En dan kun je met de bachelor social work verder. Maar die doe je dan ook meestal in deeltijd, want je bent dan al meestal in deeltijd gestart. Dus. Vanuit het mbo heb je niveau 4, vanuit de havo, vwo ja, zit je op niveau 4. Een volledige bachelor van 4 jaar is niveau 6. Nou ja, daar zitten gewoon 2 niveaus tussen. En dus eigenlijk is die AD zo gemaakt als in de tussenweg. Dus wel wat verder willen, maar nog niet helemaal naar dat niveau 6. En in Europees verband heet dat dus ook niveau 5. Want het zit er precies tussenin. Studenten die komen elke vrijdag naar school. En dus zijn er wekelijks lessen. Vrijdag is de lesdag. En de studenten die krijgen begeleiding. Bij ons heet dat een leerteam. Dus dat is eigenlijk een groepje studenten waarin je samen aan de slag bent. En 1 docent begeleidt dat. Maar elke student heeft daarnaast 2 keer per jaar een 3-gesprek. En dat is een gesprek tussen je begeleider op je werk, je begeleider hier op school en jouzelf. Zodat je het goed bij elkaar houdt, dat je goed praktijkvragen verbindt. Er is 1 vak waarvan ze het allemaal erover hebben dat het heel tof is. Dat is stresssensitief werken. Ga je echt met elkaar praten over wat gebeurt er eigenlijk in je brein als er stress is. Want wat doen mensen die stress hebben? Die maken echt alleen nog maar keuzes op de korte termijn. Dus ik heb nu stress, dus ik ga vandaag het regelen. En dat zijn heel vaak dingen die eigenlijk heel onhandig zijn op de lange termijn. Dus nou, daar gaan we met ze mee oefenen. Wat gebeurt er als je stress hebt? Wat doe je dan zelf eigenlijk? Je gaat eigenlijk naar je eigen reactie kijken. Ze hebben het altijd over dat het heel leuk is. En ja, we hebben ook gewoon de vakken, weet ik veel, wetgeving, financiën, kaders, theorie. Dus, en wat studenten dan daaraan pittig soms vinden is, hoe gebruik ik dat om uit te leggen wat ik doe? Dus ja, ik kan al lang heel leuk kletsen met mensen. Dat merk ik ook als ik in de bus zit bijvoorbeeld. Hè? Iedereen vindt het gezellig om met mij te praten. Maar ga maar eens uitleggen, wat is er eigenlijk goed aan hoe ik dat doe? Hoe komt dat eigenlijk? En hoe zet ik dat in? Nou, dat is echt een uitdaging. Ja, en ook het leren leren. Oh, ja, er zijn ook wat ja, deeltijd. Dus niet iedereen komt vanuit de middelbare school, van het mbo. En het er weer inkomen. Het is gewoon het bezig zijn met ritme zoeken. Het hele proces eigenlijk van leren. Sommigen zeggen echt, ik heb 20 jaar niet op school gezeten. Nu zit ik hier opeens weer. Wat moet ik hiermee? En ja. Dan zeg ik, ja, en ik ben 10 jaar jonger dan jij. En ik ga het je nu uitleggen. Ja. En dan krijg je zo'n boek. En dan denken ze, nou weet je, ik ga het even samenvatten. Of, ja, even, dat is wel mooi. Ja. Het is bijvoorbeeld een boek zoals dit. En dan denken, ik ga hier de samenvatting van schrijven. En dan kijk ik hoe ik dat vervolgens nog moet toepassen op de cliënt. Ja. Maar wij toetsen eigenlijk dus niet de kennis uit zo'n boek. Wij kijken gewoon, kun je de kennis uit dat boek gebruiken bij je casus in die praktijk? Dus dat, het is, ja, vooral dat proces is in het begin heel lastig.